opdracht 4. We hebben twee complexe getallen. Z1 is een half plus i. En z2 is 3 min 1 vierde i. Nou, doen we even die tweede. Dus wat moet ik nu doen? Z1 min z2. Nou, eigenlijk kun je gewoon zeggen is een half plus i min 3 min 1 vierde i. Eigenlijk staat hier min 1 en moet je dat even met boogjes vermenigvuldigen. Dus dan krijg ik een half plus i min 3 min minus plus plus 1 vierde i. Nou, een half min 3 is min 2,5. En hier staat een 1. 1 plus een vierde is plus 1, 1 vierde i. Nou, altijd even controleren op je rekenmachine. Controleer je mode. Ja, die staat goed. Die staat op complexe getallen. Nou, gaan we. Ik heb een half 1 gedeeld door 2 plus i. Min 3 min, dan doe ik even i gedeeld door 4. Dus weer een stapje minder, i gedeeld door 4. Nou, wat komt eruit? Ja, dat hebben wij ook, hè? 1,25, helemaal goed. Als je nou de tweede doet, of eigenlijk de eerste in die som, zeg van nou, ik wil z1 plus z2. Nou, maak even handig gebruik van je grafische rekenmachine, want we doen hier second entry. En we maken van die min een plus. Dan heb je het antwoord al, hè. Dan heb ik hier is 3,5 plus 3 vierde i. Nou, eigenlijk gaat het natuurlijk hetzelfde. Even checken. Z1 plus Z2 is een half plus 3. Hè, dat is het reële deel. RE. Plus het imaginaire deel. Dat staat hier. 1. Plus 1 vierde. Nou, gaan we. Is 3,5. En nou zit ik eventjes te kijken. Oh, ik heb het niet goed gedaan. Hier staat een min. Dus dit moet zijn een minnetje. 1 min een vierde is plus 3 vierde i. Nou, je ziet dat het goed is om het even in je rekenmachine te doen. Want anders had ik het dus verkeerd opgeschreven. Zie je? Ja, dus het reële deel, de getalletjes stel je bij elkaar op. En hier zie je, ik zal het een ander kleurtje geven. Dit is het imaginaire gedeelte. En die tel je ook apart bij elkaar op. That's it.